De Nijmeegse fractie van GroenLinks pleit voor een inclusief Sinterklaasfeest waar niemand zich buitengesloten of gediscrimineerd mag voelen. Volgens de partij heeft Zwarte Piet een pijnlijke verwijzing naar slavernij en racistische beelden. Quirijn Lokker, raadslid bij GroenLinks, peilt het draagvlak voor roetveegpieten door middel van schriftelijke vragen aan het college. Ja, voor GroenLinks is het belangrijk dat we een inclusief Sinterklaasfeest vieren, waar mensen zich niet buitengesloten voelen of waar mensen gediscrimineerd worden. En dat is voor onze reden om deze vragen aan het college te stellen, hoe we daar in Nijmegen mee omgaan. Ik denk dat het belangrijk is dat we moeten kijken naar de discussie die eigenlijk al jaren wordt gevoerd. En dan met jaren bedoel ik echt al tientallen jaren, waarin ik denk dat Zwarte Piet niet meer bij deze tijd past. En dan moet Sinterklaas op zoek naar andere metgezellen om hem op de daken en op de kade met hem mee te gaan. De stichting Intocht Sint-Nicolaas Nijmegen verzorgt ieder jaar de aankomst van de Goedheiligman. Ook dit jaar houdt de stichting vast aan het traditionele uiterlijk van Piet. Zo gaven zij aan in het RN7-radioprogramma Brabbel Bart. Dat is een heel klein beetje afhankelijk van welke pieten er naar Nijmegen meegaan. Als je gelezen hebt, je begint als roetveegpiet. Hoe vaker je de schoorsteen doorgaat, hoe zwarter je zal worden. En ja, de pieten die wij naar Nijmegen meenemen zijn meestal toch wel van die hele ijverige. Dus ik denk wel dat er een heleboel vegen bij elkaar zullen zijn. Volgens Lokker heeft GroenLinks geprobeerd contact op te nemen met de stichting, maar zonder succes. De partij hoopt dat het college probeert de stichting te bereiken. Ja, we hebben wel geprobeerd contacten te hebben, maar dat is helaas niet echt gelukt. Dus ik hoop dat het college ook contact kan hebben met die organisatie die de intocht organiseert. En met hen het gesprek aan te gaan van, goh, hoe staan we daar in Nijmegen eigenlijk tegenover? En hoe gaan we dat in de toekomst in Nijmegen doen?